Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Yo, welkom bij de eerste item van de vlog. Ja, Daniel en ik zijn weer aan een bingo in de pub. Wat gebeurt allemaal daar? Maandagavond staat het teken van bingo! En wij gaan vanavond drank winnen. Heel goed, ik hoop het. Bingo is vet. Dat wordt wel... Nou, je moet... Do you understand? Fuck it, word je man van. Tijd voor bier. Nice. Nou, het is natuurlijk zomermodus op Gamerset. Dat betekent dat ik iets minder op de zaak ben. Dus ik had iets gemist. En wat hebben we gemist? De vetste tas ooit. Lennart, check dit. Oh, fucking hell. Wil jij hem even openmaken? Want dat kan ik niet. Zeg Arthur toe? Ja, het is Arthur toe. Grappie. Gelukkig nieuw haar trouwens. Ik ben naar de kapper geweest. Oh, je bent naar de kapper geweest. Leuk. Fijn, maar ze zijn dit vergeten. Wow, too soon. Wat jij dan niet kan laten groeien. Dat is waar. Ik kan ook hierboven niet open. Nee, dat is een smal ingangetje. Zijn moeder ook. We hebben... Oh, die ga ik sowieso bouwen. Een X-Wing. Fuck een X-Wing. Fuck Creative awesome. Stream. We hebben... Creative Stream van echt 5 minuten. The Game, PlayStation game 4. Op PlayStation 4. Ik heb hem al gekocht, Special Edition Mix for One. Nee, moeten we alles hebben. Dit is... Nou, niet alles, maar wel dat. We hebben hier... Nee, ik weet wat dit is. Nee, luister. Wat is het dan? Ik is weet... het? Let op. Oh, er zit niks meer in. Hè? Wat? Dit is een dingetje wat je om zo'n groot Lego blok doet. Dan vouw je dat zo. Oh! Hebben we een Lego blok? Ja, die hebben we dus niet meer. Oh, we hebben geen Lego blok meer. Maar goed, waar zit die er niet in dan? Nee. Nee. Die zijn jullie vergeten. Of zit hier nu in? Ik kan die hier niet ergens op mee. Zo nee, ik ga nu dat ding bouwen en dan zien jullie straks wie eruit ziet. Vet! Dude. Wat vet. Hoe vind je hem? Ik vind hem echt heel tof. Wil je hem aanraken? Mag dat? Ja. Zachtjes. Vet. Wil je hem helemaal in je hand nemen? Die X-Wing of... Die X-Wing, ja. Oké. Okay. Anders zou ik niet zo lief vragen. Oh, hij is echt heel vet. Hij is vet, hè? Ja. Dat heb ik snel gebouwd. Je bent maar 3 uur bezig geweest. Ja, valt mee, hè? Kunnen die wings ook klappen? Ja! Ja, tuurlijk, man. Vet. Oh, ik kun je gewoon alle letters van het alfabet van maken. Maar vooral de X. Ja. Nou, het laat je raden waar we zijn. Nintendo. Nintendo, man. Het is het post E3 evenement. Post, ja. Het post. Je post. Ja, maar dat is toch in Nederlands, kan je het vertalen? Ja, post, ik denk het wel. Het post E3 evenement. En daar hebben we Zelda. Jongens, is het Zelda. Zwaar speelbaar. Super vet. En ik ben echt, het was mijn game of the show, ik ben fucking flabbergast. Je was weer enthousiast. Ik zag net weer dingen met skiën. Nou, vind ik skiën sowieso al leuk in bepaalde sectoren. Maar skiën op een schild, dat je op een schild kan staan. Een hangglider of zo? Ja, die had ik al gezien. Maar dat skiën, man, van een skipiste af gewoon. Hoe vet is dat? Maar jij was niet zo heel enthousiast. Nou ja, ik weet niet. Ik ben nog niet flabbergast zoals jij was. Ja. Maar misschien als ik hem straks ga spelen, dan vind ik het denk ik wel super vet. Ja, we gaan het zien. Maar ik, Zelda hebben ze hier, want hebben ze Paper Mario nieuwe en nogal games. Maar het gaat allemaal om Zelda. Party. Mario Party voor de 3DS. Die gaan we trouwens wel spelen, volgens mij. Oh. Maar kan je die ook offline spelen, weet je? Nee, dat moeten we even vragen. Oh, gaan we even als de kritische journalist? Ja, dat gaan we doen. Oh. Hey, Michael. Hey. Hey, het is je laatste dag vandaag. Ja. Heftig. Kun jij in een kort vertellen wat je hoogtepunt en absoluut dieptepunt waren van je stage bij Gamersnet? Oh, dat is een moeilijke dieptepunt. Nou, dieptepunten zijn er niet op Gamersnet natuurlijk. Nee. En hoogtepunt, ja, de retrospective. Die was echt heel moeilijk, maar ongelooflijk vet om te doen. Welkom in de wondere wereld van Total War. Een franchise die zijn strepen inmiddels meer dan verdiend heeft. En het begon allemaal in juni 2000 met Shogun Total War. Ja, vond je het echt vet? Ja, zeker. Ja. En E3. En de nacht van de persconferentie, ja. Jullie hier allemaal zaten. Ja. Wat vond je er vet aan? Nou ja, gewoon dat je het een keer meemaakt van de kant van Gamersnet. Ja, precies. En wat viel het mee tegen? Het viel... De nacht zelf viel tegen, maar de gezelligheid viel natuurlijk hartstikke mee. Ja. Oké, cool. En check allemaal die retrospective, hè. Dat was de Total War retrospective. Die duurt bijna 20 minuten. Check die even linkje in de beschrijving, geef like en zo. En nou ja, Michael, we hebben net een bosse bol op. Dus ja, het is tijd om te gaan. En we gaan op zoek naar een nieuwe stagiair.
die hebben we wel hoor, maar die begint pas na de zomer. Want de zomermodus doen we altijd lekker zelf, want dan hebben we toch niet zoveel te doen. En Michael, bedankt. Ja, alsjeblieft. En toedeloo. Oh, dit is echt heel erg heftig. Ja. Het wordt echt toedeloo. Ik wil Peter ook bedanken. Dankjewel Peter voor deze toffe stageplek. Ja, oké. Je krijgt straks betaald. zomermodus op GNHQ, hoe voelt dat? Rustig. Ja, hè? Ja, het is chill, hè? Oh. Het is even lekker bijkomen en zo. Maar dat betekent niet dat we stoppen met van alles. We stoppen eigenlijk met niks, want alles gaat gewoon door. We gaan zo een fucking vette beer opnemen. Ja, over een tas. Over een tas. En je kan deze week een tas winnen. Maar dat zie je op gamers.nl. Weird, maar check it out. Check it out. Hey, bedankt voor het kijken deze week. En als je wil dat we dit blijven doen, dan moet je ons wel eventjes hierop reageren. Of ons even liken en volgen en zo. Ja, vooral op YouTube inderdaad. Het is een beetje stil af en toe. Doe je ding. Doe je ding. Geef ons een like, geef ons een volg, geef ons een duimpje, geef ons een reactie. Geef ons feedback ook. Van, god, doe dit of dat. Of wordt gewoon Enzo Knol. En, ja, breek je arm, Peter. Ja, breek gewoon je arm op de fiets. En bedankt voor het kijken deze week. En tot volgende week. Gaan we deze week eigenlijk doen? Oh ja, we gaan naar het DDG Friends Event. Dus als je er ook bent, kom ons uitchecken met een tuk-tuk. Tot daar, I guess. Nou, ik weet het niet. Ik zie wel. Oké, gezellig. Joep.